De staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft over het boekjaar 2023 een omzet behaald van $722 miljoen, waarvan $335 miljoen is bijgedragen aan de staatskas. Dit resultaat werd gisteren bekend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de AVA, waarbij de jaarrekening van 2023 werd goedgekeurd. In een persbericht zegt de oliemaatschappij dat de productiedoelen zijn behaald en zelfs overtroffen. De omzet werd behaald uit de deelneming van staatsolie in de goudmijn van Newmont Suriname LLC en Roosevelt Gold Mines NV. En uit zijn dochtermaatschappijen GoTo en SPCS. En toch is er in vergelijking met het boekjaar 2022 een daling in de cijfers, aangezien de omzet toen $840 miljoen was. Volgens staatsolie is de daling in de omzet het gevolg van een lagere gemiddelde olieprijs van $77 in 2023 tegenover $93 per vat in 2022. Naast een bijdrage aan de staatskas levert staatsolie ook een bijdrage aan de samenleving door investeringen in gemeenschapsprojecten. Alleen al in 2023 is er ongeveer 1,8 miljoen besteed aan projecten onder de thema's onderwijs, jongeren, seniorenburgers en gezondheidszorg. De AVA keurde gisteren ook de benoeming goed van Eddie Frankel tot directeur Downstream & Power. Onder zijn directoraat vallen onder andere de raffinaderij en elektriciteitsopwekking.